Hallo, ik ben Winfried, master illusionist. Welkom bij Behind the Magic, aflevering 20 alweer. Deze week was Naomi jaar en dat heb ik op een hele speciale manier gevierd. Daar gaan we nu even naar kijken. Zo, het is vandaag Naomi de verjaardag, dus ik heb de kleedkamer, ik weet niet of je het kan zien, helemaal versierd met slingers en ballonnen. En de stoel waar ze zich op make-upt. En ik heb natuurlijk een leuk cadeautje voor haar gekocht. Dus we gaan haar verrassen. Ik ben benieuwd hoe ze reageert als ze de kleedkamer binnenkomt. Zo, eerder liet ik jullie al zien wie Peter Telebalder was, oftewel die bij mij in de show zat. En ik heb nog een collega en dat is Stefania. En Stefania heeft een hele bijzondere act. En daar ga ik jullie een klein stukje van laten zien, zodat jullie weten wat wij hier allemaal doen in Slagharen. Come and see us tot 30 oktober. Vanaf de Fleet hier zo wil ik iedereen eventjes vertellen dat ik op de Fleetdagen ben om te streetmagicen. Het gaat heel tof worden, er is bootjes, de zon schijnt, heel veel braderie, heel veel mensen. En ik ga eens kijken of we een beetje kunnen gaan toveren vandaag. Gaan jullie mee? Ik ben kapot en ik voel me net zo'n hamster. Ja, begin even zo. Oh nee, doe maar twee andere eraan. Oh, gaan we nou weer eens lekker hard. Dit is te makkelijk. Hey, dankjewel. Oh.
Goed, we staan op de braderie bij de lekkerste hamburgers van Leidschendam vandaag. Hi. Ik wil je wat vragen. Ja, we kennen elkaar niet. Nee, totaal niet. Niks afgesproken. Nee, helemaal niet. Belangrijk. Is aan mij de vraag, stel je voor je hebt een spel kaart in je hand. Ja. En die waai je je uit. Ja. En in gedachten kies je er één kaart uit. Ja. Je doet het spel dicht en die kaart hou je in je hoofd. Ja. Dan zou ik tegen jou zeggen, oké, welke kaart is dat? Ja. Zeg het eens. Ja, zeg het eens. Een joker. Even één speelkaart. Ja. Oké. Harten. Welke harten? 8. Harten 8, ja. Oké. Ik heb namelijk meegenomen speelkaarten. Ja. En als ik nou uit dat spel de harten 8 zoek. Deze. En die mag je nog even vasthouden. Ja. Want er is namelijk iets speciaals met dit spel. Ik heb namelijk op alle rugzijden een naam geschreven. Ja. Bijvoorbeeld Piet. Dat is mijn vader. Sebastiaan. Owen. Ja. Sonja. Joyce. Tina. Ja. Jeroen. Allemaal verschillende. Ja. Ik heb geen idee hoe je heet. Nee. Hebben we nog niet gezegd. Nee, zeker niet. Draai de kaart eens om en bekijk eens welke naam staat erop. Wat staat erop? Jean. Is dat ook jouw naam? Ja, dat is mijn naam. Nou, Jean. Dan wens ik je een hele toffe dag. En bedankt voor het meedoen. Ik heb ook kippenvel van, weet je wel. Dat is ook de bedoeling. Fijne dag. Hoi. Tot zover deze aflevering van Behind the Match. Als je het leuk vond, vergeet niet duimpje omhoog en even te abonneren op mijn YouTube kanaal. Wil je een oude vlog zien, bekijk die hier. En wil je een special zien, bekijk die daar. Rest mij nog één ding te zeggen. And a little magic for everyday. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. Dit was een programma van Sosh Media.